Vorige week heb ik meegedaan aan de Weekend Series op GeoGuessr. Een soort van competitie die je alleen in het weekend kan doen, waarin je jezelf kan meten met de beste GeoGuessr-spelers van de wereld. En ik werd ongeveer 2000ste. En vandaag wil ik 1000ste van de wereld worden op GeoGuessr. Ik was vorige week op vakantie. Ik ben een paar dagen terug. En in die paar dagen heb ik lopen oefenen. Ik heb lopen leren. Ik heb notities lopen maken. Ik heb simpelweg elke keer het spelletje opgestart en gekeken waaraan ik dat land kan herkennen om beter te worden. En volgens mij is het gelukt. Jeetje! Dus wij gaan weer beginnen met de Weekend Series. Jij wordt bedankt voor het kijken. Blauw neempjes stoppen. Vergeet niet om te abonneren hier op het beste GeoGuessr kanaal van Nederland. Ik heb denk ik ondertussen wel laten zien dat ik niet de beste speler ben van Nederland. Dus dat kan ik niet meer gebruiken als excuus. De video's worden echt heel goed ontvangen. Dankjewel daarvoor. Leuk om te zien. En leuk om te zien dat zoveel mensen weer hun passie voor aardrijkskunde en geografie hebben teruggevonden. Ik klink echt als een nerd. Maar goed, dat ben ik natuurlijk ook. Dit vind ik wel om te lachen. Er zijn 3 game modes. Battle Royale, Distance en Duels. Duels ben ik het beste in. Battle Royale Distance was ik veruit het slechtste in vorige keer. Dus daar heb ik heel veel op geoefend. En Battle Royale Countries gaat normaal. Ik ga deze als laatst bewaren, want ik ken mezelf. Als ik dit nu verneuk, ben ik helemaal klaar met de hele kut video. Dan ga ik me afsluiten ook. En dat wil ik niet, want ja, het gaat veel tijd kosten. Dus die doe ik als laatste. Duels als eerste, daar ben ik het best in. Ik ben nu een gold ranking. Ik was helemaal tot 730 geklommen. Dan moet je best wel wat potjes winnen. En toen verloor ik 3 potjes op rij en toen was ik weer helemaal teruggezakt. Ah, we komen wel tegen iemand die beter is. Het eerste potje ging niet zo goed. Hij heeft ons flawless afgemaakt. En ik ben gedegradeerd naar de Silver Division. Super! Volgende potje. Kijk, nu komen we tegen iemand met 475. Ja, hier heb ik helemaal niks aan. Oeh, kijk. Nog een truc. Ja, ik ga naar Mexico zeggen, man. Vizinho, dat is... Ja, ik wou net zeggen, dat is Portugees. Hij zat bij Nieuw-Zeeland. Ik had uiteindelijk Brazilië gegokt. Het is dat Brazilië zo goed is, of zo groot is. We hebben het goede land in ieder geval. De greppels in de weg. Dat is typisch iets wat je ziet in oude Sovjetlanden. Nou, gokt hij weer heel snel. Ik ga bij dit soort landen altijd naar Roemenië, maar het zou me niet verbazen als dit Griekenland is. Het is Montenegro. Dan had ik waarschijnlijk wat beter naar de lucht moeten kijken, want daar zitten rifts in the sky. Maar dat is dan weer die meta waar we het in de vorige aflevering al over hadden. Dit oranje bord zou heel veel weg moeten geven. Orban, dat klinkt Hongaars. Staat hier nog iets op? Maribor. Maribor, dat is... Maribor. Ja, Slovenië. Nou, dat is dan hier in de buurt. Maribor. Nou, dat was het ook. Hij had ook het goede land. Credits naar hem. Oké, ze rijden hier op de oké kant van de weg. Die, is dat een streepje van het bord of niet? Nee. Die streepjes, dat is heel erg Hongaars. .cz, nou dat is Tsjechië. Waar? Geen idee. Het zal wel bij Praag in de buurt zijn. Maar het kan ook bij Brno zijn. Het was onder Tsjechië. Hij had Polen. Hij wil een soort speedrun doen. Dit doet mij denken aan iets Zuid-Amerikaans. Dit is zeker iets Zuid-Amerikaans. Deze kleur zand heb je vaak in Brazilië. En ik denk ook gewoon dat het dan maar Brazilië moet zijn. Volgens mij is dat ook weer iets Portugees. Dus dan zal het wel hier in de buurt zijn. Boom. Oeh. Oeh, zo'n klein kenteken. Waar hebben ze dat ook alweer? Dit is gewoon Amerika, of niet? Ja. Oké, nu hoop ik echt dat de zon op een gunstige positie staat. Ja, die staat natuurlijk precies bovenaan de hemel. Die staat wel echt dik in het zuiden. Dus ze zijn in het zuidelijk halfrond. Dit zal dan Australië zijn, of niet? Het was wel... Ik ben even helemaal in de war met de zon. Dit is... Volgens mij is dit Myanmar of Bangladesh of zo, man. Ja, Bangladesh. Boom, boom, boom. Nou, dit is klaar. Boom. Deze winnen we easy. Zonder dat er punten af zijn gegaan. Nog steeds Silver Division en weer tegen iemand uit de Silver Division. Dit wordt een test nu. Ik zeg zo vaak bij dingen. Dit is IJsland. Hier ben ik geweest. En dan uiteindelijk gok ik het niet. Ik ga het nu gewoon doen. Hier. Prima. Het waren de Faroe-eilanden. Ah, die is altijd tricky. Maar alsnog zitten we er wel een flink stuk dichterbij. Dit is heel dicht op elkaar hoor, als je het mij vraagt. Oh, sterker nog, we zijn hier getuigen van een aanrijding. Paré, dat is Zuid-Amerikaans. Het ziet er niet heel rijk uit. Vaak is dat wel iets dat dan in Peru of in Uruguay is. Zullen we daar een vlag hangen of iets? Ja, maar niet een hele duidelijke. Dit is Chili. Er kan 2 dingen zijn als hier een vlag hangt. Of het is een Chileens restaurant, ergens anders. Of het is wel gewoon in Chili. En ze zijn heel erg... trots op. Ja, het was in Santiago. We hebben zelfs de stad goed. Hij zit in Argentinië. Weer punten eraf. Iets van bordjes hier. Een auto is altijd wel welkom. Hij ziet er niet per se heel oostblokkerig uit. Ik denk ook niet dat we echt iets hebben aan deze weg. Ja, ik denk misschien wel Zwitserland, man. En ik ga aan de kant van Oostenrijk zitten. Ik weet niet waarom. Het is redelijk vlak. In Zwitserland is het wel wat heuvelachtiger. Dus waarschijnlijk zit ik fout. Maar ik vond het kenteken een beetje rood. Daarom was het rood, omdat het gewoon België was. Ik zie geen gele kentekens. Dat heb je meestal in Colombia. Dus Colombia valt voor mij af. Dat is redelijk Portugees.
Oh, ja. Nou, daar zie ik het Braziliaanse vlaggetje staan op dat ding. Ja, waar dan in Brazilië, weet je? Dit is zo ongelooflijk groot. Oh, het was wel het zuiden. Moet je kijken hoe dicht we bij elkaar zitten. Deze heb je heel veel in Zweden. Ik zie Volvo's en Saabs. Dat zijn Zweedse auto's. Ik zie hier zo'n streepje door de O. Dat is dan weer Noors of Deens. Vuursemlingsem. Ja, dat is wel Zweeds. Ik ga gewoon Zweden zeggen voordat hij het door heeft. En dan zeg ik hier, zo, hatsakadee, tussen Denemarken en Oslo in. Het was dichter bij Stockholm. Hij zit nu soort van dichterbij. Ja, voor mij maakt het niet heel veel uit, want wij hebben niet de volle healing nu. Gelijk bij een bord. Feed. Punt Hongarije. Ja, weet je, ik ga gewoon Boedapest zeggen. Hoewel, wij waren in Boedapest en dat ziet er niet per se zo uit. Het was het wel. Sterker nog, het was twee straten verder dan dat we gokten. Maar hij had het ook door. Want ja, er stond. Punt. Oké, de zon is wat duidelijk in het noorden. Dus we zitten in het zuidelijke halfrond. Dit geel, wit geel. Dat is volgens mij Argentinië. Ik ga gewoon Argentinië zeggen. Het was Uruguay. We zitten heel dichtbij. Volgens mij hebben we nu, toch? Ja, kijk eens. Weer een dub. 2-3. We zijn nu goud. En we moeten gelijk weer tegen Jannes Vonk Noordgraaf. Ljubljana. Dat is dan volgens mij Kroatië. Niet. Ja, ik heb geen idee, man. Het was wel gewoon Kroatië. Het was Zagreb. Oké, we rijden aan de voor ons verkeerde kant van de weg. Maleisië, man. Boom. Het was Nieuw-Zeeland. Het is wel mooi dat hij ook Maleisië dacht. Deze dingen, ik weet vrij zeker dat je die alleen in Denemarken hebt, waar het er overheen hangt. Op het moment dat het helemaal er rondomheen is, dan is het Zwitserland ook. Verkeersbord, als dit de stang is, dan is het Denemarken. Als de stang er zeg maar rondomheen is helemaal, dan is het Zwitserland. Heel interessant. Kijk, een bordje. Giep 8 far ver. Abstand mal bieten. Ja, dit zou dan denk ik... Ja, het zou hier wel zijn. Ik zie de Zwitserse Alpen of ik zie de Alpen op de achtergrond. Nee joh. Ja, het gaat er niet om dat er heel weinig punten bij mij afgaan, maar meer dat hij ook wel goed is. A few inches later. Ronde 7. We hebben allebei nagenoeg volle punten nog. Omdat we elke keer zo dicht bij elkaar zitten en met de healing alles erbij kwam. De zon is wel redelijk in het noorden. Maar daar ben ik vaker de mist in meegegaan. Ik zie redelijk wat bergen. Ik ga dan Nieuw-Zeeland zeggen, man. Oeh, ja, maar dat doet hij ook. En dan zitten we weer zo dichtbij. 1 hour later. Dit zijn de Alpen. Aangezien ze hier Frans spreken, zal het dan waarschijnlijk Zwitserland zijn. Of de Franse Alpen. Dat kan ook natuurlijk ook. Ja. Kijk, daar is hij. Dit is een goeie, want dit is keer 4 damage. 2200 eraf. Maar dat maakt niet uit, want hij heeft nog steeds één keer heel goed te hebben. En dan ben ik... Okay, de zon is in het zuiden. Dus dan zijn wij in het noordelijke halfrond. Zou je zeggen, normaal gesproken, die ik daar heel veel aan heb tot nu toe. Kijk, als je de car meta kent, dan weet je, oké, dit heeft een rek en dit heeft een zwarte auto en zo. Ja, ik weet, zwarte auto, dat is vaak Argentinië en Uruguay. Maar dan heb je weer dat ik in één keer denk, ja, maar de zon is heel overduidelijk in het zuiden, zeg maar. Colombia, boom. Het was Venezuela. Boom, we hebben hem. Dik ook. Het was heel spannend omdat het tot ronde 12 ging. Maar op het laatste was het niet spannend. 3 uit 4 nu. Het eerste potje hadden we verloren. Daar baal ik van. Kansloos verloren ook. En daarna... Gewoon goed. Wij zijn 708 rating. We komen nu tegen iemand met 682. Barack Obama. Kijk eens aan. Lieve mensen. Wat is dit? Wat is dit? Zijn de kentekens een beetje groen of niet? Oh, volgens mij is het wel Nigeria, man. Het stuur zit wel aan de verkeerde kant. Dus dan is het een Zuid-Afrikaans land dat in het zuiden van... Oeh, daar staat tekst. Die moet ik hebben. Is het wel een Afrikaans land? Het ziet er zo raar uit. Is het niet gewoon een soort Filipijnen? Ja, hier dan. Bruh. Jezus, ja, nu ben ik gewoon echt helemaal dood. Holy fuck, het was helemaal geen Afrikaans land. Het was... Ik zag geen mensen, ik zag geen dingen. Maar het was inderdaad echt alles behalve Afrikaans. Alleen, ik kon het niet zien. Spoedig. 3 uit 5. Dat is niet goed, man. Volgens mij ging de vorige keer beter. Battle Royale Countries. Dat je met heel veel mensen in een lobby zit. En ook wat makkelijker punten scoort. Waarom doe ik ze moeilijk? Denk niet te veel na. Dit zie je in Griekenland. Griekenland is het enige land van Europa... met een stippellijn op de zebraborden. Dit zal waarschijnlijk Grieks zijn en zo. Maar dat maakt mij niet uit. De stippellijn op de zebraborden. Wat staat hier allemaal op voor... Slovakia, Polen. Oké, dus dan heb je iets dat op de grens ligt met Slowakije en met Polen. Dan zal het wel Tsjechië zijn. Nee, Polen. Stond heel groot punt PL. Circle! Dit is dan... dit is een beetje kut. Maar... dit is Senegal, want dat weten zij ook allemaal. Op het moment dat je deze dingen in de lucht ziet, dan is dat Senegal. Ja, dat is een beetje kut, maar goed, dat is gewoon zo. Hoe weten zij het? Staat er iets op dit bord? Ah ja, Rusland? Ja. Singapore, dat gelijk gokken. Laat maar doen. Ja. Oeh,
Oost-Europa. Maar waar in Oost-Europa? Niemand heeft het geraden nog. Ik ga Roemenië ga ik gokken, denk ik. Ja, gelukkig. Punt. Wat staat daar? Bulgarije. Boom. Hey, één iemand dat is fout. Oké, finale. Come on, boys. Letno Tarasco. Letni Vrini. Dit zijn allemaal dingen waar ik niet zoveel aan heb. Letland. Gewoon Letland. Boeien. Nope. Estland. Ah, het is Estland, hè. Kutje. Slovenië. Zo. Ja, nou. Chapeau naar hem, want ik had dat no way geraden. Bruh. België. Waarom doe ik dat dan niet? Sukkel. Ze rijden aan de rechterkant van de weg. Dan is het iets van Zuidelijk Afrika. Zijn de kentekens. Is Kenia of niet? Nee. Nee. Botswana? Ook niet. Dan denk ik dat het of Lesotho is of Eswatini. En aangezien het veel huis heeft, Eswatini! What the fuck? Wow! Oeganda heb ik nog nooit gehad. Albanië. Ja, weet ik veel, man. Schoon boef, man. We gaan gelijk door naar distance, want dit is echt een ongelooflijk drama wat zich hier afspeelt. Kijk, dit is lekker. Hopen komen er niet heel veel mensen bij. Dan kan je gewoon lekker instromen met een potje met z'n vijven. Oh ja, zeker kunnen we dat. Oh, ik ben zo ongelooflijk slecht hierin. We zijn er weer. Je zou zeggen, misschien komt er eens een bord ergens. Ja. Kijk eens, aangezien het er ook in het Engels staat, zal het dan misschien Jordanië zijn of Libanon. Het was Tunesië. Nou, daar liggen we ook gelijk bij uit. Ja, ik ben gedegradeerd. Ja, leuk. Works end. We rijden aan de verkeerde kant van de weg. En aangezien het hier zo heuvelachtig en groen is en ik altijd denk dat het Australië is, zal het dan nu wel Nieuw-Zeeland zijn. Punt NZ. Ja, het is gewoon Nieuw-Zeeland dus. Bij Auckland misschien wel in de buurt. Ja, ja. Eindelijk hebben we een keer Nieuw-Zeeland goed. Blauwe lucht, witte auto, niet Afrikaans. Als ik het moet beoordelen op basis van die twee mensen. En op basis van de infrastructuur zou ik dit ook helemaal niet zeggen. In ieder geval niet Oost-Europees. Als je moet kijken naar de hoedjes is dit zeker Azië. Oeh, dit ziet eruit als Indonesisch. Boom. Ik had echt eerder moeten gokken. Nou zitten we nu gewoon alsnog dichtbij. Maar ik had niet nog een keer kunnen gokken in dat tijdsbestek. Oké, Rigas. Is dit naïef om dan hier te kiezen? Ja, geen idee. Trouwens, ik zie hier de vlag van Letland. Dus ja, het is niet gek om daar te kiezen. Had ik misschien met mijn keuze toch iets meer gewoon in het centrum van Riga moeten zitten. Oké, nog maar 3 mensen over. Ah, ja, hier kan ik niet zoveel mee. Misschien gewoon even wat verder door gaan zoeken. Oh, in plaats van hier blijven hangen. Of klapper. Ecuador. Dit is niet goed, man. Ik zit 4000 kilometer ervan af. Uruguay. Oeh, kijk, nu zit ik maar 300 kilometer ervan af. En hij 13.000, dus dat zit dan wel goed. Dat was Buenos Aires. Ah, nu heb ik maar 1 punt erbij, omdat ik niet in een goede regio of een goede land zat, wat heel dichtbij was. Kutzooi. Nu heeft hij 1 gok meer in de finale. Nou, dit is de vlag van Thailand. Dus waar in Thailand is de vraag? Is dit Bangkok of is het? Hij raadt als eerst. Nu hebben we 2 dingen die we kunnen doen. Of we kunnen nu gokken en dan zitten wij dichterbij en doet hij nog een gok en is het klaar. Of... Hij zit wel heel dichterbij nu, hè. Hij moet nu nog een keer gokken. We zitten nog steeds iets dichterbij. Hij kan nu verschillende kanten op. Ik zou iets noordelijker gaan als ik het voor het zeggen had. Boom! Oh, dat scheelt niks! Maar we hebben gewonnen! Let's go! Fantastico! Dat was een close call. Maar ik zei wel, ik zou iets noordelijker gaan. Dus als hij niet goed had gedaan en dichterbij zat, dan had het wel de goede richting waar we hem opgegaan. Zo'n goed gestructureerde buurt met de rechte wegen, dat doet mij dan altijd denken aan Argentinië. Ik zou gewoon hier zeggen. Jezus, ik zit helemaal verkeerd. Medellin, boom. Ik zit nog steeds helemaal verkeerd. Mexico. Jezus, het was... ik heb maar 1 gok nu over nog. En we hebben weer... Oh, Latijns-Amerika. Kutzooi. Hier moet ik gewoon heel goed gokken. Oh, nee, niet. Dit is Portugal, man. Dit zijn Portugese kentekens. Ja, .pt. Ha! En met mijn kennis van Portugal weet ik nu dus waar dit is. Dit ziet er niet uit alsof het aan de kust is ergens. Dat zijn Porto en Lissabon wel. Ik denk Braga, man. Oeh, het was wel Porto. Het was zuidelijk van Porto. Maar kijk hier, +3. Heerlijk. Heerlijk. Rome. Dit is niet een hele fijne gok. Ze hebben de stuur aan het rechterkantje. Oké, dit is wel een beetje meta, maar een zwarte auto is dus vaak Argentinië of Uruguay. Het is sowieso Spaanstalig, dus Brazilië valt af. Ja, boom. Nee, ik kan niet gokken meer. Nee. Klotezooi. Had ik het weer helemaal verkeerd getimed. Want als ik nou gewoon eerder had gekozen met Argentinië, in plaats van verder te zoeken voor iets, had ik nou kunnen zeggen, kutzooi, ik zit heel veel kilometers ervan af. Dat is het niet. Ik moet omhoog. Ik moet Colombia kiezen. En dan had ik gewonnen. Oh.
Ja, dan was ik door naar die finale. Laatste potje. Laatste kans om wat punten te scoren. Oh nee, toch niet? Ja, terecht uitgeschakeld. Klotezooi! We hebben alles gespeeld. Hoeveelste staan we? Oh! Tweede en derde is ook heel goed. Het is gelukt! Gelukt, we staan 500ste. Ik dacht dat het ongelooflijk slecht was gegaan. Maar eigenlijk is het best wel goed gegaan. Ik had de vorige keer 113 punten. En nu heb ik er 150. Dat noemen we nog eens progressie. Mensen, het leek even slecht te gaan. Maar dat was helemaal niet zo. Het was optisch bedrog. Jij bedankt voor het kijken. Op naar top 200 volgende week. FC Roelie gaat het doen. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Ik had ik er. Heb ik niks hoor. Ik vind ik dat ik. Was ik dat ik denk. Ik. Ik. Heb ik ook. Maar... Sorry,